In de Surinaamse media is het bericht dat de president niet met de Tweede Kamer en Eerste Kamer gaat praten, maar met een paar individuele Kamerleden. En dat dit bericht dus onjuist is. Klopt dat? Het bericht is onjuist. Wat zal gebeuren is, de president zal de gezamenlijke Eerste en Tweede Kamer toespreken. Uiteraard, als niet alle leden aanwezig zijn, dan is dat een feit. Maar de uitnodiging is naar alle leden om aanwezig te zijn. Bedankt. Ja, goeiedag en fijne dag.